Ik zal eerlijk zijn, vorige week gaf ik mijn verjaardagsconcert in Oudenaarde. Hadden we 900 mensen. Ja, dan denk je van, ze komen hè. Ze houden van Vlaamse muziek, dat voel je. Vanaf de warming-up tot de laatste noot, dat iedereen hier meedoet en daar echt wel van houdt. En ook blijgezind wordt. Naast de miserie die er is, is het goed dat dit bestaat. Vlaamse muziek, mensen kunnen entertainen en van het leven laten genieten. Inderdaad. Nu, je bent zelf ook natuurlijk zanger. Hè? Je brengt binnenkort je nieuwe album uit. Wanneer is dat precies? Ja, half september stel ik mijn album voor in Walibi. We zijn daar heel druk aan bezig, want we willen echt wel klaar zijn tegen 1 augustus. Dan nog even alles laten bezinken, de puzzel bekijken, de titel bepalen enzovoort. Dus 1 augustus, dat is echt doorwerken nu. Zonder jou was het eerste wat ik... liet horen en laat horen, dat staat nu in de Vlaamse top 10, die single. En straks ga ik een nummer brengen met Janou, de harpiste die, ik denk meer dan 20 jaar geleden aan de zijde van Wiltura stond met Hemels Blauw. Ik ben daar zot van harp. Ik had alles liggen van haar. En enkele jaren geleden, toch al 6-7 jaar geleden, had ik haar eens uitgenodigd tijdens een van mijn concerten. En het klikte. Dan hebben we afgesproken, kort daarna, om eens te brainstormen, kunnen we hier samen iets maken. Hebben we ook gedaan, maar we kwamen er niet. De tijd was er nog niet rijp voor, denk ik. Maar nu wel. We hebben een nieuw nummer mee. Gloednieuw. Heel mooi. Zomers. Een bolero. En de titel is Klein Geluk. En kort gezegd gaat het over... ja, iedereen heeft wel eens nood aan ergens op een bankje of in het gras te gaan liggen. Alleen. De bijtjes. De natuur. Even tot uzelf komen om er dan weer vol een bak tegenaan te gaan. Daarover gaat het liedje. Beetje me-time dus eigenlijk. Iets waar je zelf van tijd ook nood aan hebt. Jazeker, tuurlijk. Ik heb een druk leven, dat is gewoon zo. Radio 2, Ment TV, veel gaan zingen. En een gezin, last but not least. Een gezin, we zijn met 5, dus is het wel eens druk. En ik hou daarvan, van af en toe eens alleen te zijn. Maar ik ga er meteen bij zeggen, een dag mijn kinderen niet zien. En vandaag is dat zo. Ik ben hier nu in Antwerpen en morgen vroeg 4:30 er terug uit voor Radio 2. Dus ik zal ze niet zien, dat knaagt. Ik ben eerlijk, hè. Nu zal ik waarschijnlijk als een watje overkomen, maar dat is zo. Dat is heerlijk en dat is normaal, hè. Voilà, als goede papa, dat is normaal, hè. Nu, je gaat ook presenteren, je presenteert de show vanavond ook, hè. Als je dan zo van tijd ziet zingen, presenteren, is er zo ergens een iets dat je zegt van, dat doe ik toch wel niet, of daar voel ik mij beter bij? Bij het zingen heb je twee dingen, hè. Je hebt een melodie waar je mensen mee kunt raken en je hebt je stem of je tekst. Als presentator, ja, we zijn ook al goed gewapend, om het zo te zeggen, om van alles te gaan doen, mensen te lachen. Een stilte kan soms fantastisch mooi zijn. Maar ik denk wel dat ik het liefst van al zing. En vooral, ik schrijf mijn teksten zelf. Dus als je dan ziet dat mensen raakt, dat ze daarover schrijven, dat ze dat brieven, mails aan de fanstand van alles over vertellen. Dan weet je dat je herkenbare liedjes maakt. En daar vragen mensen naar. Ze willen ergens... Dat ze voelen dat ze niet alleen zijn met hun gevoelens over hoe zij over het leven denken, wat zij meemaken in het leven. Dat toch niet altijd tralalala is. Maar het is wel zo, de rode draad doorheen mijn liedjes is wel positief. Ik bedoel, nu het duet met Janou, samenwerking met Janou, Klein Geluk, gaat eigenlijk over, oké, je kunt echt een keer diep zitten, maar alstublieft, neemt een draad weer op. Dus de eindnoot is altijd positief.